Het ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport meldt dat in het afgelopen weekend wederom een COVID-19 geval op het hoofdkantoor is gerapporteerd. Betrokkenen is een medewerkster van werkzaam op de afdeling personeelszaken. Zij is in nauw contact geweest met 15 collega's die op advies van autoriteiten in thuisquarantaine zijn. De leiding heeft besloten om de deuren van de afdeling vandaag gesloten te houden voor het publiek in verband met reiniging en ontsmettingswerkzaamheden. Morgen 11 augustus zal deze afdeling weer open zijn voor het publiek. Intussen zijn er 4 bekende cases gemeld op het departement. Ook op het commissariaat Paramaribo Noordwest is er in het afgelopen weekend 1 medewerker positief getest op COVID-19. Vermeldenswaard is dat het commissariaatgebouw reeds vrijdag jongstleden preventief is ontsmet. Het districtscommissariaat is echter vanaf vandaag tot en met woensdag 12 augustus 2020 gesloten. Intussen heeft de voorlichtingsdienst van het kabinet van de president gemeld dat het staatshoofd vanavond om 8 uur een statement zal doen in zaken de COVID-19 maatregelen. Op de COVID-website is het aantal positief getesten gestegen naar 2391, daarvan zijn 1635 genezen verklaard. Het testresultaat van de afgelopen 48 uur laat zien dat er geen nieuwe gevallen zijn bijgekomen in de districten Koroni, Nikeri, Brokopondo en Sipaliwini. Paramaribo staat aan kop met 47 gevallen, gevolgd door Wanica met 17.